Dit is de 29-jarige verdachte die nu is aangehouden. Hij werd verdacht van een inbraak in een moskee aan de Delftse Laan in Den Haag. Met deze filmpjes op YouTube hopen we toch weer een andere doelgroep aan te spreken die meer met de social media bezig zijn. En zodoende steken wij ook hier tijd in. Moet ik dan ook denken aan vrienden, bekenden van misschien een jonge dader die meer op die media zitten? Dat zou inderdaad goed kunnen, dat er bekenden zijn die iemand herkennen van een filmpje bij ons op YouTube. In verband met de bescherming van de privacy is er momenteel veel discussie over het plaatsen van filmpjes op YouTube waarin daders te zien zijn. Nou, er zijn hele strakke regels. Samen met het Openbaar Ministerie wegen wij bij elke zaak af of de schending van de privacy van een verdachte opweegt tegen het gepleegde feit. Stel dat iemand een reep chocola pikt bij de Jamin, nou dan is dat niet zwaar genoeg om iemand met zijn gezicht op YouTube te zetten. Dus daar maken we hele strakke afspraken over. In totaal hebben er sinds juni 10 filmpjes op YouTube gestaan.